De 80-jarige Willem Bouwman heeft een nieuw wereldrecord op zijn naam. Om het record neer te zetten moest hij 10 getallen omzetten in 4 kwadraten. Hier op het terrein van de Technische Universiteit zet hij het wereldrecord neer. In mijn eenvoudige achtergrond denk ik dan dat de Heer de God dat tijdens de slaap stilletjes in mijn schedeltje heeft gestopt. Want ik heb die getallen nooit uit het hoofd geleerd. Ik heb niet avond in avond uit de tafels van 1 tot en met 100 uit mijn hoofd zitten leren. Dat was niet nodig. Het was er gewoon. Dit gaat toch om vrij grote getallen waar je mee om moet gaan, waar je een aantal ingewikkelde bewerkingen mee moet doen voordat je. En een beetje puzzelen ook. En dan zonder dat je iets tussendoor mag opschrijven, moet er een antwoord uitkomen. En dat moet nog goed zijn ook. Nou, ik geef het u te doen. Ik zelf kan het niet, terwijl ik toch best wel een redelijke hoofdrekenaar ben. Meneer Bouwman heeft dus een hele goede rekenknoppel. Maar hij blijft zijn hersenen trainen, zodat hij de onverslagen kampioen blijft. Ik ben per dag 1,5-2 uur bezig met rekenen van alle soorten, maten en kleuren. Als er maar iets te rekenen is, dan ben ik erbij. En ook op zo'n wereldkampioenschap moet je een aantal technieken beheersen. Dat doe ik dan ook. Maar ook als ik verder iets aparts bedenk, dan ga ik daarmee in de slag. Want ik wil de boel goed draaiend houden. Dit is maar liefst het 5e wereldrecord dat meneer Bouwman neerzet. In de 2e poging lukt het hem om de 10 sommen binnen 4 minuten en 54 seconden op te lossen. Iets waar de meeste studenten een rekenmachine voor nodig hebben. Kijk, de mensen blijven even slim natuurlijk dan ze vroeger waren, gemiddeld genomen. En wij krijgen natuurlijk sowieso wat dat betreft de slimste mensen van het VWO hier binnen. Dus wij hebben weinig klagen hoor. Zo langzamerhand ben ik te oudste aan het worden. En naar de mate waarin ik het weet, ben ik de oudste nog actieve toprekenaar. Nu is er nog even rusten en nagenieten voor meneer Bouwman. Maar een 6e recordpoging sluit het genie niet uit.